Fluxus gelooft heel sterk in het vakmanschap van haar leerkrachten. Zij zijn de experten die heel bewust nadenken over hoe dat ze de klaspraktijk aanpakken. Ik vind het heel belangrijk als ze goed nadenken over welke inhoud heb ik hier, met welke lesdoelen ga ik aan de slag, in welke leerfase zitten onze leerlingen. Als ze daar heel bewust mee bezig zijn, kunnen ze een enorm verschil in het leertraject van leerlingen maken. We beseffen dat dat heel makkelijk gezegd is en dat dat best uitdagend is om dat waar te maken, zeker ook in bepaalde praktijkvakken. We zijn ervan overtuigd dat we als onze leerkrachten kunnen ondersteunen met krachtige leermiddelen, maar ook begeleiden bij de didactische aanpak, dat er een zeer groot verschil gemaakt kan worden. In bepaalde praktijklessen is dat niet evident om elke leerling of elke groep van leerlingen te kunnen opvolgen in een leertraject. Daarom is het zo belangrijk dat met dit e-content project we daar een antwoord op proberen te geven. We willen leerlingen doen groeien in hun zelfstandigheid, maar ook om doelgericht het leerproces te doorlopen. En daar gaan eigenlijk de modules die nu ontwikkeld zijn hen in helpen. Dit maakt dat de leerkracht tijd en ruimte krijgt om zelfstandig of groepjes van leerlingen te begeleiden, maar ook individueel de vorderingen in het leerproces van de leerling op te volgen. Om deze leermiddelen te ontwikkelen was het natuurlijk belangrijk om ook te investeren in mensen van de praktijk. Daarom hebben we in samenspraak met het GO als schoolgroep Fluxus een aantal collega's bereid gevonden om zich hiervoor te engageren. We hebben voor de basisschakelaars binnen de residentiële elektriciteit korte digitale leermodules gemaakt. Deze leermodules zijn een soort digitaal stappenplan dat de leerling kan doornemen om de basisschakelaars te leren kennen en deze te leren aansluiten. Elke module heeft dezelfde opbouw. Eerst wordt de voorkennis van de leerling getest. De leerling zal eerst de nodige technische kennis moeten hebben om elke schakelaar te kunnen aansluiten. Deze technische kennis kan op een voorgaande les opgebouwd worden. Pas als de leerling aantoont dat hij de nodige voorkennis aanwezig is, kan hij verder gaan naar het praktische luik van de module. Daarin wordt via een digitale of een interactieve video het stappenplan voorgedragen aan de leerling. Dit werkt met een soort van checklist. De leerling voert per handeling dit uit en zal dit dan moeten uitchecken. En daarna kan een interactieve video pas verder gaan. Plaats de bruine draad met het koper in de aansluiting L1 en draai deze voldoende vast met de juiste kruisschroevendraaier. Zo heeft de leerling zijn eigen leerproces in handen. Wanneer de schakeling is opgebouwd door de leerling, kan de leerling de leerkracht verwittigen en kunnen ze samen nakijken of de schakeling juist is opgebouwd. Op het einde van de module zal de leerling ook zichzelf evalueren. Hij kan dan de vragen beantwoorden: welke volgorde heb ik gebruikt om deze aansluiting te maken? Of waar ben ik tegen aangelopen? Wat was er moeilijk om deze schakeling te kunnen maken? Zowel voorkennis controleren als het opbouwen van de schakelaar en de evaluatie van het proces wordt binnen één module bereikt. Als leerkrachtpraktijk heb je niet altijd direct tijd om feedback te geven aan alle leerlingen. De module zorgt ervoor dat de leerlingen niet hoeven te wachten op ons om verder te kunnen aan hun oefening. Het heeft ook als voordeel dat wij als leerkracht achteraf een overzichtje krijgen van wie aan welke oefening heeft gewerkt, hoe lang dat ze daar hebben aangewerkt. Zodanig kan je inspelen op de noden van die leerling. Je kan er ook voor kiezen om de leerlingen live te volgen tijdens hun werken in de modules, zodanig dat je ook kan inspelen op de noden tijdens de oefeningen zelf. De modules die ontwikkeld zijn vormen een uitgewerkt concept waar je mee aan de slag kan.
Dit is een concept wat toegepast kan worden in andere leergebieden. De widgets kan je dupliceren naar je eigen account en dan kan je ermee aan de slag. We wensen je er heel veel succes mee.